VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van VVV-TV. In deze aflevering gaan we uitgebreid in gesprek met technisch manager Willem Jansen. De afgelopen maand haalde Jansen 3 nieuwe spelers binnen en dus kan hij terugblikken op een succesvolle transferperiode. Willem, de transferperiode zit erop. Drukke weken geweest? Ja, die weken zijn altijd wel wat drukker, maar we waren ook goed voorbereid, dus op zich kunnen we denk ik terugkijken op een geslaagde window. En omdat je veel zit te schakelen, ook vooral in je hoofd wel, is het wat vermoeiender dan andere weken in het seizoen. Maar over het algemeen was het goed te doen. Hoe heb je het beleefd die weken? Ja, intens. Want je bent natuurlijk met veel dingen bezig. Daar zijn maanden voorbereiding aan vooraf gegaan. Alleen je bent, omdat het dan kan, zo'n periode, dat er gehandeld kan worden, ben je toch altijd benieuwd naar hoe dingen gaan vallen. En dan merk je ook dat je in je hoofd heel erg daarmee bezig bent. En dat is natuurlijk nog steeds nieuw voor mij. Het is een hele leuke periode, heel spannend ook. Nogmaals gaan dingen de kant op vallen zoals je graag zou willen. Dus het alles bij elkaar maakt het altijd wel een leuke periode, ja. Een aantal spelers aan kunnen trekken. Hoe blij ben je daarmee? Ja, we zijn heel tevreden met de 3 transfers die we hebben kunnen doen. Ten eerste Robin Lathouwers natuurlijk. Dat we achterin wel wat mager bezet waren. Vooral op de backposities. En daarmee hebben we ook al natuurlijk ingespeeld op de toekomst. Suleiman Alouche, creatieveling voorin. Ook een jongen die met rendement en assists, goals toevoegt, creativiteit. Ook een toekomstgerichte versterking en die ons nu ook direct kan helpen om dit soort doelstellingen te realiseren. Ja, en gisteren hebben we gelukkig nog Martijn Berle toe kunnen voegen. Ja, die wat meer dynamiek en snelheid en diepte toevoegt in ons spel. En middencategorie, jongen met ervaring, eredivisieervaring, die ook weet wat promoveren is. Dus ook in de balans, denk ik, hebben we hele goede zaken gedaan. En ook Martijn wordt gehuurd voor een half jaar. Maar ja, we gaan ervan uit en we hopen dat we hem ook over gaan nemen na dit seizoen. Dus ook dat is al een toekomstgerichte versterking in principe. Ja, is dat een beetje een switch die de club gemaakt heeft om echt meer richting de toekomst te scouten ook? Deels, maar het heeft ook te maken met de selectie die er was. We hebben best wel jongens uit contract lopen na dit seizoen. Daar gaan we nu natuurlijk ook verder mee, hoe we ten opzichte van jongens, hoe we daarin gaan zitten. Met de een ga je nog in gesprek, met de ander ook in gesprek, maar ga je misschien niet door. Dus we wisten natuurlijk wat we komende zomer na dit seizoen ons te wachten zou staan. Dat er wellicht heel veel transities zouden gaan plaatsvinden. En ja, nu in de winter hebben we daar al een stuk op kunnen voorsorteren. Dus dat is heel prettig. Is het denk ik ook nu de kwaliteit en toe te voegen en de concurrentie weer wat te verhogen. Omdat je ook dit seizoen natuurlijk nu op een hele mooie plek staat. En we ook natuurlijk gewoon onze ambities hebben. Gewoon inderdaad, hè, het belangrijkste is voor dit seizoen. Maar ook inspelen op de toekomst. Dat was wel een belangrijk doel van deze window. En ja, nogmaals, daar zijn we denk ik heel goed in geslaagd. Als je nu naar alle verschillende linies kijkt, ben je dan overal tevreden over de bezetting? Ja, eigenlijk wel. Achterin hebben we denk ik verschillende opties. Op middenveld hebben we genoeg opties. Voorin zijn we misschien qua aantallen nu best wel fors bezet. We merkten toch dat we daar toch nog wel wat misten. Dus daar hebben we op ingespeeld. En het is ook aan de jongens om te laten zien nu wie er moet gaan spelen. En
ja, ik denk dat we daar ook, als je de ontwikkeling van het elftal ziet, dat, ja, dat we daar ook nog een plusje konden maken, denk ik. Ja, nogmaals, om de mooie positie die je nu hebt, ja, hopelijk te kunnen uitbreiden. In ieder geval, maar in ieder geval de play-offs te kunnen gaan veiligstellen. En ja, dus nogmaals, daarvoor die handeling ook voorin gedaan. In de vorige winterse transferperiode kwamen Sam Dirks en Richard Celicek over van AZ. Spelend in jong AZ vooral. Nu weer twee jongens naar Venlo over naar jong AZ. Is dat een beetje de vijver waarin de VVV dan moet vissen? De spelers die bij dat soort clubs misschien net niet tot het eerste halen? Ja, dat is een super interessante markt voor ons. Alle jong teams, daar kijken we heel erg naar natuurlijk. Ook de jong teams van clubs die niet in de KKD spelen. Het voordeel van deze jongens is dat ze al KKD-ervaring hebben. Dat ze dus al aan hebben getoond dat ze het niveau aan kunnen. En ja, dat is voor ons nogmaals een hele interessante markt. En ja, goed, het feit dat je vaak bij AZ uitkomt, is ook, ja, dat heeft ook deels te maken met de relatie die is opgebouwd. Van Marco in het verleden al met Max en in het bijzonder, Max Huibers. Ja, en ook nu merk je dat AZ gewoon ons ook ziet als club waar jongens die net daar het eerste niet halen. Dat wij een omgeving hebben waar die jongens zich door kunnen ontwikkelen. En van daaruit hopelijk weer een nieuwe stap kunnen maken. Nou, en dat zo'n constructies maak je dan ook met AZ. Dat je die jongens eigenlijk transfervrij of voor een hele kleine transfervergoeding overneemt. En mochten ze zich bij ons doorontwikkelen en wij ze kunnen verkopen, dat de AZ daar dan in meedeelt. En ja, nogmaals, het feit dat het ons lukt om dat soort jongens ook te halen, ondanks dat er concurrenten en zelfs eredivisie concurrenten of onderin de eredivisie clubs, dat die ook meedijnen naar dit soort jongens. Dat het ons lukt om ze binnen te halen. Dus ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Maar ja, nogmaals, we zijn heel blij dat jongens dan ook graag naar ons willen komen. Ja, Suleiman Alouche is een speler die ook naar de eredivisie had gekund. Wat maakt dat dan zo'n speler toch voor VVV kiest? De omgeving, het verhaal. Ik denk het belangrijkste, de trainer. Je merkt, en dat is heel logisch, dat jongens een goed gevoel moeten hebben bij een trainer. Dus ja, dat in het geval van Suleiman was dat heel duidelijk ook. Ja, en ook alles wat er omheen hangt. Nogmaals, AZ als club, agent, die speelt een rol. Maar goed, nogmaals, wij zetten alles op alles om hier een omgeving te creëren voor dat soort jonge, talentvolle spelers. Om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken. En ja, nogmaals, we zijn blij dat dat ook door die jongens wordt gezien. En nou, is het voor zo'n jongen in het bijzonder ook nog wel dat hij natuurlijk al jongens kent van jong AZ. Dus dat heeft ook een klein stukje meegeholpen. Maar ja, wat mij betreft is het sportieve verhaal, de omgeving en uiteindelijk het belangrijkste waarschijnlijk is de trainer. Die het verschil maakt in dat soort transfers. Mede daardoor dus drie spelers aan kunnen trekken. We hebben geen uitgaande transfers gezien. Is dat een bewuste keuze? Niet helemaal. Nou, ik zei net al dat we voorin nu best ruim bezet zijn. Je weet nooit welke interesse er komt voor jongens. Maar goed, daar hadden we wel in mee willen denken. Dus een aantal markten zijn nog wel open. Dus het wil niet zeggen dat er niks meer gebeurt bij ons uitgaand. Maar op dit moment verwacht ik daar niks in. Er heeft wel een en ander gespeeld, maar uiteindelijk is dat niet doorgepakt. Dus zijn we nu ook gewoon hartstikke blij met zo'n volle selectie. Met verschillende wapens. En het wordt nog een lang seizoen natuurlijk. Dus je bent ruim bezet, maar antwoord op je vraag is dat we wel mee willen denken met een aantal jongens. Alleen dat is er nog niet van gekomen. Je zegt we zijn tevreden met de selectie voor nu. Als je dan vooruitkijkt naar de rest van het seizoen, wat verwacht je dan wat haalbaar is voor deze ploeg? Nou ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan al uitgesproken dat we graag voor die play-offs willen gaan. En we staan er nu goed voor. Ja, dat nogmaals, dat willen we behouden. Het gat naar de derde plek is klein. Het gat naar beneden is ook klein. Dus we zijn blij met de ontwikkeling van het elftal tot dusver. En we hopen dat door te kunnen zetten. En dan hopen we nogmaals dat we die play-offs veilig gaan stellen. En daar goed voor de dag te kunnen komen uiteindelijk. We'll be right back.
Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B-Benders.